Hey y'all, this is Texan Reacts, and we're going to be checking out another one from Besta Zongers. This is Tim and Samantha, their duet, and we've got a little bit of conversation beforehand. Thank you to Paul for this video. He cut it down for us so I could have the discussion before the song. So thank you very much, Paul. Let's go. Samantha, over klapstukken gesproken. Nou, lekker hoor, daar gaan we. Want jij mag natuurlijk ook een duet. Ik zou je eens eerlijk vertellen dat ik dit liedje, dat het eventjes in mijn hoofd is gegaan. Maar dat ik dacht, dit is zo moeilijk, ga ik niet doen. Maar ik heb natuurlijk, ja, ik heb nog een andere heldin. En dat is, ja, iedereen weet het hier wel, Tina Turner. Ja. Ik moet iets van haar gaan zingen gewoon, met die duettenaflevering. Maar goed, dan moet je iemand hebben die, tenminste een duet wat zij heeft gezongen met Eros Ramazzotti. Italiaans natuurlijk, dan moet je iemand hebben met een talenknobbel. Toen dacht ik, Tim. Want die bestelt alles hier tijdens zijn liedjes. Dus ik dacht, ik vraag het aan Tim wat wij wel gaan doen. Nou, dat zeker. Maar het grap is dat we hebben vanmiddag dus een beetje doorgenomen met z'n tweeën. En die bestelling is wel gelijk op tijd, want ik heb wel besteld. Oh nee! Tequila! In Den Haag noemen we dit gewoon uilenzijk. Uilenzijk? Ja. Uilenzijk. Bro, dit wordt een hele lange avond. Samant. Oh, moeten we dit vooraf doen? Ja, ja, ja. Hallo. Nou jongens, op jouw talen nog wat in. Salut. Ik heb voor iedereen lekker Lamicello geregeld voordat wij de Italiaanse tour gingen. Wat voor pizza wil jij? Ik heb een pizza. Oké. Laura likes it already. Sono mano esagerioni, chiamamenti fra di noi, e se cacci e ritorni, da capizzi niente più. Unfortunately, I do not speak Italian, so I don't know. We'll just listen to the music and see how it goes. He's really getting into it. Feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spend goodbye. I wanna feel it again. Hank getting some more drink. I just wanted to say that her voice is it's pretty unique. It's kind of lower, and I don't know how else to say this. Kind of raspy or husky kind of a voice. It sounds really interesting. Really interesting. I like it. What is her background? What is Samantha's background?
She's the one on this show I don't think I've heard yet. This is my first time. You're the man I'm jealous of. He always makes the cheesiest faces. It's so funny. So into it. That was fun. That was a fun little song. Jongens, wat een heerlijke avond. En Tim, gewoon in het Italiaans. Het maakt jou niet uit, hè? Laten we alsjeblieft niet over mentale knobbel. Laten we alsjeblieft over Samantha hebben die dat wel heel goed kan. Die Tina Turner, haar grootste idool, even neerzet. Ik denk dat ze dat stiekem voor de spiegel best wel vaak geoefend heeft, zo. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik zal het eens vragen aan de spiegel. Samantha heeft het al de afgelopen weken alleen maar over Tina Turner. Hoe geweldig ze haar vindt. Dus eigenlijk was het een beetje te verwachten. En vanaf dat moment dat hij inkikte, dacht ik van ja man, dit is precies wat die twee hadden moeten doen. Die stonden daar lekker te swingen met z'n tweeën en maakte ook helemaal die moves, weet je wel. En ja, en Tim, zijn Italiaans is echt fantastisch. Ik denk dat Floor een beetje moet gaan oppassen, want we krijgen een andere metalzanger is erbij. Die scheurt mij zo van het podium af. Nee, zeker niet. Emma, jij... That was really neat. That was a good song. It's my first time hearing Samantha. Like I said, please tell me in the comments down below, like, what's her background? What is she, where does she come from? Because I know you said, like, Emma came from, like, YouTube, I think, and Hank is opera, and we all know who Floor is. So, yeah, who is Samantha, really? If you enjoyed that, please let me know down below. Let me know where I should go, what performances from this show I should check out next. And please subscribe to my channel. I appreciate the support. And check out the Discord link down below. Come say hello. We've got a huge community, and we hang out every night. So come on by. Don't be shy. Till next time, rock on.